Ja, dames en heren, wij zijn weer live op internet te volgen. Ik heropen de vergadering en we gaan over tot stemmen. Maar voordat we dat gaan doen, zijn er nog twee antwoorden te geven op vragen die in eerste termijn werden gesteld. En de eerste was een vraag aan het college. En dat betrof de geheimhouding van de bijlagen van Stichting Amstelring Groep. En de heer Nobel zou uitzoeken of alle bijlagen geheim moeten blijven. Meneer Nobel, bent u aanwezig en kunt u hierop reageren? Ja, voorzitter, dank. In principe zou dat niet hoeven, omdat bijvoorbeeld iets als een situatieschets van planning, dat zouden we best niet geheim kunnen verklaren. Echter, en dat is wat de jurist van de gemeente heeft verteld, hebben we afgesproken om met de partij dit allemaal geheim te verklaren. Dus als we dat nu niet doen, dan zou er sprake kunnen zijn van een wanprestatie. Dus ik zou u toch willen vragen om die reden het geheel als geheim te verklaren. Goed, maar u heeft als opgave meegenomen de volgende keer daar explicieter naar te kijken. Hè? Dus dat is meegenomen naar aanleiding hiervan. Dan was er nog een vraag. Ik kom zo bij de... Of gaat meneer Vermeulen gaat er vragen over dit onderwerp? Meneer Vermeulen. Mijn vraag is overbodig geworden, burgemeester. Oké. Okay. Goed, dank u wel. Dan is er ook nog een antwoord over de vraag die de heer Schaap stelde. Dat betrof de harmonisatie van de regelgeving gemeentelijke begraafplaatsen. En meneer Schaap wilde dit niet in stemming brengen deze keer. En dat had te maken met een brief die hij en die maakte dat hij later het wilde behandelen. En mevrouw Steffens is aanwezig. Kunt u reageren op dit verzoek? Wat is uw advies in deze? Ja, voorzitter. Ik ken de mail van deze meneer waar meneer Schaap aan refereert. En in zijn mail worden een aantal vragen gesteld en ook een aantal overwegingen meegegeven aan de raad. En natuurlijk krijgt deze meneer, net zoals alle andere mensen die onze brieven schrijven, keurig een persoonlijk antwoord. Ik zie alleen geen aanleiding op basis van de vragen die hij stelt om het stuk vanavond niet in stemming te brengen. Dus dat zou mijn advies zijn. Dank u wel. Goed, dan ga ik nu alsnog vragen aan de heer Schaap of hij het voorstel wat hij heeft ingebracht om het op te schuiven, of hij dat wil handhaven. Voorzitter, ik wil het voorstel graag handhaven. We hebben volgende week stemmingen. Een weekje wachten moet denk ik geen probleem kunnen zijn. Over twee weken hebben we stemmingen. Over twee weken. Ja. Ja. Uw verzoek is om het van de agenda te halen en over twee weken terug te laten komen. Is er iemand die de heer Schaap hierin wil steunen? Nee, dan meneer Schaap. Ik zie meneer De Vries. Gaat uw gang. Voorzitter, ik was er even uit van, omdat mijn camera het niet deed, maar ik neem aan dat dit gaat over het voorstel over de begraafplaats. Ja, de harmonisatie van de regelgeving. Ja. Daarin willen wij de heer Schaap steunen. Dank u wel. En ik zie meneer Boerman. Dank u, voorzitter. Ik ben nog niet bij om mijn steun uit te spreken, maar het moet me wel vandaan. Ik heb eigenlijk geen antwoord gehoord op de vraag of het erg zou zijn om het twee weken uit te stellen. Want ik heb alleen gehoord dat het vanavond zou kunnen en dat mevrouw Steffens geen reden ziet om dat vanavond niet te doen. Geen reden ziet in de brief. Maar de vraag van de heer Schaap was, wat gebeurt er als we het twee weken uitstellen? We gaan het mevrouw Steffens nog een keer voorleggen. Dan kan ik dat volgen, want dan is de raad als eerste aan zet. Mevrouw Steffens, kan het twee weken wachten? Het kan zeker twee weken wachten, voorzitter, maar dat was niet het advies dat ik gaf. Nee. Het kan twee weken wachten. Meneer Beuzenberg. Nou, ik steun ook de heer Schaap in deze. Dank u wel. En meneer Boerman, wat is dan uw reactie? Dan vind ik het wel zo netjes naar de collega's om te zeggen, nou, dan geven mensen de gelegenheid om er nog goed naar te kijken. Dus ik zou willen zeggen twee weken wachten. Mevrouw Koolmoes. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga toch even reageren. Wij zullen dit niet steunen, want het kan gewoon op de stemmingenlijst. Het is alleen maar een harmonisatie en de tekst spreekt voor zich. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Knikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zullen het voorstel steunen om even te wachten, zodat iedereen nog goed de tijd heeft om het stuk door te nemen. En als er geen haast bij is, is over twee weken ook prima. Dank u wel. Zijn er nog meer die mij kunnen vertellen? Mevrouw van Straten. Dank u wel, voorzitter. Ja, als er geen haast bij is, dan kan het wat mij betreft ook 2 weken uitgesteld worden. Dank u wel. Zijn er nog meer partijen die op willen reageren? Kijk, ik moet het in stemming brengen. Dat kost heel veel tijd. Dus ik probeer het even praktisch te doen, omdat het echt gaat over een ordevoorstel. Als u per fractievoorzitter even wil aangeven, dan kan ik daarna vragen, als er een meerderheid is, dat kan ik het wat praktischer inrichten. Meneer Spijker. Dank u wel, voorzitter. Van mij mag het ook 2 weken worden uitgesteld. Dank u wel. Dan hoor ik nog graag CDA en PvdA en D66. Oké, D66, ja. Die is al geweest, begrijp ik. Ja, gaat u vooral, CDA? Nou, voorzitter, wat de man dus eigenlijk naar voren brengt, is dat hij vindt dat er begravingen mogelijk moeten zijn bij die godzakker. Maar in het stuk staat, wat, naar mijn weten, heel nauwkeurig omschreven dat de provinciale verordening en archeologische verordeningen dat compleet in de weg staan. Dus volgens mij kan er gewoon vanavond over gestemd worden. Dank u wel. Ja, ik vrees toch dat ik het in stemming moet gaan brengen, want u loopt te veel uiteen. Ik dacht dat er misschien een consensus zou gaan ontstaan. Soms hoop je dingen, maar zie je het niet lukken. Dus we gaan gewoon stemmen over dit voorstel. En dat betekent dat ik ga kijken wie tegen het voorstel zijn, dat het ordevoorstel van de heer Schaap is om het van de stemmingenlijst te verwijderen. Mag ik u allen vragen om uw camera's uit te zetten en uw microfoons? En mag ik u dan vragen, als ik uw partij noem, om dan alvast uw camera aan te zetten? Dat scheelt tijd. En ik begin bij het CDA. En voordat ik begin met stemmen, moet ik u vertellen dat er inmiddels 2 mensen afwezig zijn. De heer Van Dijk en de heer Meijer. Ik heet de heer Van der Peet van harte welkom. Ik heb u zojuist namens de hele raad veel beterschap gewenst. En het is prettig dat u meestemt vanuit uw positie. Dus, werkt wel. Ja, fijn dat u er bent. En dat betekent dat we dus 37 mensen aanwezig zijn. En dat is belangrijk voor de stemming. Het CDA heb ik gevraagd om de camera aan te zetten. Alle leden van het CDA. En meneer Koning, u bent in zicht, dus u kunt uw stem uitbrengen. Tegen het voorstel. Tegen. Meneer Blom. Ik ben tegen het voorstel. Meneer, mevrouw Maat. Ik ben ook tegen het voorstel. Dank u wel. De heer. Oké, nog een keer mevrouw Maat, want u bent nu pas in zicht. Oh, ik ben tegen het voorstel. Dank u wel. Meneer Van der Peet. Dank u wel, voorzitter. Ik ben ook tegen het voorstel. U mag nog een keer zeggen, want we willen u zien. Ja, gaat uw gang. Daar ben ik dan. Ik ben tegen het voorstel. Dank u wel. En mevrouw Vink? Tegen het voorstel. U mag dat nog een keer doen. Nu. Tegen het voorstel. Dank u wel. Dan mag u allemaal uw camera nu weer uitzetten. Dank u wel. Dan ChristenUnie SGP ging mee met het voorstel van Forza. D66 ook. Meneer Spijker ging mee met het voorstel. Meneer Sulman, ik heb u niet gehoord. Ja, voorzitter. Wij zijn akkoord met het voorstel vanuit Forza. Dank u wel. Dan GroenLinks ging mee met het voorstel. Ik ga naar HAP. Zouden alle leden van HAP hun camera aan willen zetten, alstublieft? Meneer Meijer, ik zie dat u aanwezig bent. Is dat hartelijk welkom? Is dat het handje wat ik zie? Correct. Fijn, dan nemen we u op in de lijst van aanwezigen. En dat betekent dat dat u nu meestemt. En dat brengt ons tot 38 aanwezigen. Dank u wel. Dan HAP. Ik zie nog geen... meneer El Idrissi. Tegen, voorzitter.
Ja, u zult uw naam toch even moeten noemen, want ik zie u nog niet op het beeld. Tegen het voorstel, voorzitter. Nog een keer, nu kunt u het doen. Tegen dit voorstel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Elvers. Goedenavond, voorzitter. Nikki Elvers hier en zij stemt tegen dit voorstel. Dank u wel, meneer Heimeriks. Dank u wel voor het woord, voorzitter. Ik ben tegen dit voorstel. U mag nog één keer zeggen, bent u voor of tegen? Ik ben tegen dit voorstel. Dank u wel, mevrouw Koolmoes. Dank u wel, voorzitter. Ik ben tegen. Ook dat mag u nog een keer zeggen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben tegen. Dank u wel, meneer Sally. Voorzitter, dank u wel. Ik ben ook tegen dit voorstel. Dank u wel, nog een keer. Ik ben tegen dit voorstel. En mevrouw De Vries. Goedenavond. Ik ben ook tegen dit voorstel. Dank u wel. Het helpt als u uw naam noemt, zeg even uw partij, dan bent u daarna vaak in zicht en dan kunt u voor het tegen zeggen. Goed, ik neem aan dat Forza voor hun eigen en dan P van de A had ik nog niet gehoord. Meneer Klein van de P van de A. Ik stem tegen. U stemt tegen het voorstel. En we hebben dat gezien. En mevrouw Hoesijn? Voorzitter, ik stem ook tegen dit voorstel. Mag u nog een keer zeggen? Ik stem ook tegen dit voorstel. Het helpt echt als u eerst uw naam zegt, de partij, dan bent u in zicht en dan kunt u voor of tegen zeggen. Mevrouw Kerkhoff? Ja, goedenavond, voorzitter. Ik stem tegen het voorstel. Nog een keer. Goedenavond, ik stem tegen het voorstel. Dank u wel. SRH gaat mee, VVD ging mee. En dan ben ik bij de groep Racing Vermeulen. Meneer Vermeulen, hoe gaat u stemmen? Wij steunen het voorstel. Wij gaan mee, voorzitter. Dank u wel. Dan heb ik, als het goed is, iedereen die ik niet heb genoemd, gaat geacht voor het voorstel, het ordevoorstel van de heer Schaap van Forza te hebben gestemd. Klopt dat? Dan ga ik ophalen wat de stemverhouding is. De stemverhouding is 24 voor en 14 tegen. En daarmee schuift het voorstel op naar over 2 weken. En dan wordt het in stemming gebracht. Dus u kunt K schrappen van de stemmingenlijst. Dan gaan we ook over tot stemmen. Voorzitter. Ja, meneer Beuzenberg. Klopt dat, wat u zegt? 14 tegen, want ik kom volgens mij de PvdA, dat zijn er 3 toch? En CDA 5. En de HAP 7. 6. Oh, 6. Maar meneer Van Dijk is toch weg, dus dan kloppen die 38 raadsleden niet. Jawel, Rien, is het klopt. Ja, we hebben 39 raadsleden. Als er 1 ziek zijn, zijn het er 38. Ja. Ik geef toe, het is wat laat, maar volgens mij klopt dit nog steeds, meneer Beuzenberg. Samengevat, we hebben 39 raadsleden. Er is er 1 niet, de heer Van Dijk. Dus we hebben 38 stemmen. Dan noemt u het aantal partijen, die vormen samen 14 stemmen. En de rest, dan blijft er 24 over. Dat is de verhouding. Kunt u dat volgen, meneer Beuzenberg? Sorry, voorzitter. Ik had nog steeds de hap met 7 zetels in mijn hoofd. Maar ze zijn er eentje verloren. Dat is ook zo. U moet de ontwikkelingen een beetje bijhouden, meneer Beuzenberg. Dank u wel. Wij gaan over tot stemmen. En tot stemmen over de voorstellen, laat ik dat zeggen. En als eerste wordt u gevraagd om de geheimhouding van de bijlagen bij raadsvoorstel kredietaanvragen, intentieovereenkomsten, pionier, bosterrein te bekrachtigen. Wenst iemand hierover stemming? Wenst iemand tegen te stemmen? Niet het geval, is het aangenomen. Dan punt B, de bekrachtiging, geheimhouding, nota van BNW, aanvraag, woningbouwimpuls, pionier, bosterrein. Wenst iemand hier tegen te stemmen? Niet het geval, aangenomen. Dan punt C, de bekrachtiging, geheimhouding, bijlagen, financiële resultaten van de verkoop van vastgoedobjecten van de nota van BNW, verkoop vastgoed. Wenst iemand tegen te stemmen?
niet het geval, dan is het aangenomen. Dan D, de bekrachtiging van de geheimhouding intentieovereenkomst met Stichting Amstelring Groep en bijlagen. Wenst iemand tegen te stemmen? Niet het geval, is het aangenomen. E, de bekrachtiging geheimhouding op bijlage raadsvoorstel, gezamenlijk voorstel, bewoners over de gemeentegrond bij hun woningen. Wenst iemand tegen te stemmen? Niet het geval, aangenomen. F is de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met SGN, Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland. En u stelt een krediet beschikbaar voor de grondaankopen. En de resterende deel van het resultaat van de liquidatie dekt u uit de algemene dekkingsreserve. En dit wordt verwerkt in een najaarsrapportage. Wenst iemand hier een stemverklaring over af te leggen? Mevrouw Baljeu. Ja, voorzitter, namens GroenLinks wil ik het volgende opmerken. Wij zullen voor dit raadsvoorstel stemmen, maar wel met de kanttekening dat wij nadrukkelijk vragen dat we heel goed lering trekken uit zowel de financiële gevolgen hiervan als ook de maatschappelijke gevolgen. Want we moeten toch constateren dat zowel op financieel als op maatschappelijk effect dit niet heeft gebracht wat we hadden beoogd. En daar moeten we lessen van trekken voor de toekomst, waarin we ook nog andere projecten gaan doen. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Knikker, D66. Ja, dank u voorzitter. Ook D66 zal instemmen met het voorstel. Dat hebben we vorige week in de sessie ook aangegeven. Het is het meest plausibele voorstel wat er ook voor ligt. Wel nog even de opmerking dat het belangrijk is dat wij hebben wel zorgen over de wijze waarop we als gemeente in dit soort samenwerkingsverbanden acteren. En in navolging van mevrouw Milieu dat het belangrijk is dat we hier echt goede lessen uittrekken, zodat we in de toekomst beter beslagen ten ijs gaan komen. Dank u wel. Dank u wel, de heer Schaap. Dank u wel voor... Ja, de boel doet het. Dank u wel. Ik had vorige week tijdens de bijdrage geopperd om gewoon ons verlies te nemen en een faillissement aan te vragen. Dat is hem niet geworden. Krediet vaststellen in deze tijden, dat vind ik toch wat spannend. Zeker de economische crisis die eraan zit te komen. Dus wij, maar ik ga wel voorstemmen voor dit voorstel. Gewoon in de hoop dat de verwachte voorspellingen die hier gedaan worden met dit voorstel dan ook daadwerkelijk uitkomen. Maar dit is ook de enige keer dat ik dit wil, een uitzondering wil maken. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Vermeulen. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou ja, wij gaan mee met het voorstel, dus dat kan ik al zeggen. Maar een van de grootste dingen die een gemeente fout kan gaan doen is ondernemen met het geld van de belastingbetaler. En dat moeten we echt niet willen. Risico nemen hoort niet bij een gemeente. En ik hoop ook dat we in de toekomst dat ook echt nooit meer gaan doen en dat we dat echt overlaten aan de markt. Dat was het. Dank u wel. Ga ik naar de heer De Vries. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik verwijs maar gewoon naar mijn bijdrage in de sessie vorige week. Dus wij gaan noodgedwongen instemmen met het voorstel. Dank u wel. Heb ik dan alle... ik kan uw chat niet lezen, dus ik haal gewoon per keer op of met handjes of u wil een verklaring wil afleggen. Ik zie niemand meer. Ja, ik zie meneer Beuzenberg. Gaat uw gang. Ik sluit me helemaal aan bij de ChristenUnie-SGP in deze, bij die woorden. Dank u wel. Dan heb ik dan iedereen gesproken die een stemverklaring af wilde leggen. Dat is het geval. Dan ga ik vragen wie van u tegen dit voorstel wil stemmen. Dat is niet het geval en daarmee is het voorstel aangenomen. Voorligt aan u om in te stemmen met de uitgangspunten en de financiële inzet van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. Wenst iemand daar een stemverklaring voor af te leggen? Meneer Boerman, gaat uw gang. Ja, dank u voorzitter. Ik hoop dat ik in beeld ben. Ja hoor. Ik kan hier niet volstaan met verwijzen naar de inbreng in de vergadering, want die vergadering die was geheim, dus ik wil hier toch een paar dingen nog over zeggen. Wij zullen instemmen met het voorstel, maar wel onder drie voorwaarden, en dat is dat we het financieel kunnen dragen, dat het totale openbaar vervoer een impuls gaat krijgen en dat
aantoonbaar de CO2-uitstoot in deze gemeente gaat dalen. Dat gezegd hebbende stemmen we graag in met het voorstel. Dank u wel. Dan zag ik een ander handje, maar ik zie nu alleen meneer Beuzenberg. Meneer Beuzenberg, Dank u, voorzitter. Wij steunen dit voorstel van harte. Dank u wel, meneer Komen. Meneer Komen, als u wat zegt, dan horen we u niet. Nu wel? Gaat het nu goed? Ja hoor, we horen u nu. Dank u wel. Nu weer niet. Meneer Komen heeft een wat slechtere verbinding, is de ervaring in het afgelopen jaar. Dus ik hoop dat hij weer... Als dat niet lukt, of hij wellicht een collega kan vragen om de stemverklaring af te leggen. Voorzitter, ik stel voor dat ik hem even snel bel. Dank u wel. Dan gaat u hem voor de beeld houden. Dan kunnen we nog meneer Komen het horen zeggen. Dat is het idee. Wat bedoel je? Telefonisch? Oh, ja, als het goed is doet hij het nu weer. Hoor u. Gaat uw gang meneer Komen. We hebben geen... Ja, zegt u het maar gauw voor het weer misgaat. Ja, sorry. Ja, ik werd er een keer uitgegooid. Zijn niet weten waarom. Gaat uw gang. Versneld en even kort dan. Wij zijn van harte voorstander. En wie A zegt moet B zeggen. Dus wij zullen ook onze portemonnee moeten trekken. Mag geen bedragen noemen. Maar D60 is voor een ruimhartige inzet. Zodat wij onze hele polder kunnen laten profiteren. Dat is dan ook meteen wel de voorwaarde. Dat ook de hele polder ervan profiteert. Dank u wel. En mevrouw Van der Meij, dank voor uw inspanningen. Zijn er dan nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. Wenst iemand tegen punt G te stemmen? Nee, dan heeft u dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ligt voor de scenario's tennislocatie en Emma schoollocatie Stadcentrum Hoofddorp. De raad is vorige week met elkaar in debat gegaan over dit onderwerp. Er zijn scenario's besproken. Nou, dat vinden we altijd mooi. Is wat moeilijker om te stemmen. U krijgt twee keuzes voorgelegd met betrekking tot beslispunt 1 van dit voorstel. En we vermoeden dat er wel een voorkeur ligt bij scenario A en vanwege pragmatisme... Ga ik eerst even een rondje langs de sprekers doen. Ik hoop van alle partijen iemand te horen. Zodat ik op kan halen welke versie ik in stemming kan brengen. Dat lijkt me het gemakkelijkste. En ik zie volop mensen die het woord willen voeren. Dus ik ga naar mevrouw Van der Meeberg voor haar stemverklaring. Namens D66. Dank u wel, voorzitter. Ja, D66 had graag gezien dat het nog even van de stemmingenlijst afgehaald zou worden. Zodat de tennisvereniging... iets meer gelegenheid zou krijgen. Nou, dat is niet gelukt. Daar hebben we geen meerderheid voor gekregen. Tegenstemmen zou wat ons betreft niet ten goede komen aan het zorgvuldige participatietraject dat heeft plaatsgevonden. Dus daarom kiezen wij voor de minst slechte optie. En dat is optie 1. Dank u wel. Optie 1. En dat betekent... Ik moet even kijken. Ik wil graag het A of B van u horen. A. Ah, dank u wel. Dat er geen misverstand over bestaat. U gaat voor A. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Heimeriks. Dank u wel, voorzitter. De keuze voor scenario B lijkt mijn fractie geen goede keuze, omdat er dan van een herontwikkeling geen sprake zal zijn. Ook is het voor mijn fractie onduidelijk en onzeker wat er dan gaat gebeuren als de termijnen van het recht van opstal aflopen. Daarom, voorzitter... Scenario R doet het meest recht aan de gewenste integrale ontwikkeling van het stadspark, inclusief de tennis. Scenario A heeft ook in zich, zoals het Artfire heeft gezegd, dat partijen een en ander verder met elkaar zullen uitwerken en een go-no-go moment ligt dan verder in de tijd. Redenen waarom HAP er vertrouwen in heeft
dat het overleg constructief zal plaatsvinden en kies dus voor scenario A. Dank u wel voor het woord. Dank u wel, meneer Boerman. Ja, dank u voorzitter. Ook namens GroenLinks, jammer dat het zo gelopen is en dat het zo moet eindigen. Alhoewel ik heel nadrukkelijk ook hier wil zeggen dat dit ook voor ons geen einde is, maar juist een begin. Een begin van een nieuwe fase. We moeten echt verder. Wij zijn zeker niet voor scenario B. Alles laten zoals het is. En dus zullen we voor scenario A stemmen. Ik wil hier nog wel ook heel graag een moreel appel doen op alle ontwikkelaars in het centrum. Die niet alleen een heel mooi park krijgen, maar ook een heel mooi sportfaciliteit. Om daar ook toch echt aan bij te dragen. En ook vanuit de gemeente om daar nog naar de exploitaties te kijken van al die ontwikkelingen. Omdat we dan echt het mooie park krijgen dat dit centrum verdient. Dat gezegd hebben, daar zijn wij voor aan. Dank u wel, mevrouw Van Straten. Dank u wel, voorzitter. Nou, om aan onze ambities te voldoen voor dat gebied, zullen we verder moeten praten met de tennisverenigingen wat ons betreft. Met de toezegging dat we een no-go-of-go moment nog krijgen en dat we een beter uitgewerkt voorstel krijgen, zullen wij daarom voor optie A gaan. Dank u wel. De heer Spijker. Dank u wel, voorzitter. Een alarmeer kiest voor optie A, want er is inderdaad nog een later beslismoment. En ik hoop dat inderdaad de tennisvereniging nog in verdere gesprek zal komen met de ontwikkelaars en de gemeente. Dank u wel, de heer Schaap. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Van der Meeberg van D66 en de heer Boerman van GroenLinks. Het is jammer dat het niet even had kunnen wachten, de stemmingen, maar het is nu eenmaal een democratisch genomen besluit. Ik twijfelde nog tussen optie B in principe, maar wij, zoals ik vorige week in de sessie heb gezegd, maar wij gaan vanavond voor optie A in de hoop dat dit de beste optie is voor de tennislocatie en dat zij toch nog enig invloed kunnen hebben en krijgen. Dus het wordt A voor ons. Dank u wel, de heer Beuzenberg. Dank u voorzitter, heel kort A. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Vermeulen. Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik moet zeggen, wij kunnen niet heel erg wild enthousiast worden van nog A, nog B. Van de twee keuzes is A de minst slechte. Wij zouden liever hebben gezien dat we überhaupt alleen maar woningbouw zouden plegen en de tennis totaal zouden verhuizen naar een andere locatie. Dat blijkt niet mogelijk. Er is een meerderheid voor A, dus wij zullen meegaan met A. Dank u wel, de heer Koning. Meneer Koning, wij horen u niet. Klopt dat, meneer Koning? Ja, nu horen we wel. Gaat u gang. De fractie van het CDA heeft het navolgende overwogen. Bij de afsluiting van het open participatieproces Hoofddorp Centraal is afgesproken dat de tennislocatie wordt herontwikkeld, mits de beide verenigingen met een haalbaar plan komen. Dat is helaas niet gelukt. Nu wordt voorgesteld dat de gemeente de regie neemt. Maar het gaat hier om een miljoeneninvestering waarvoor de grondexploitatie als dekking wordt genomen. Ongebruikelijk. We moeten dan ook nog eens garant staan voor een fors bedrag en er blijft nog een substantieel gat over. Alle bedragen zijn voorts indicatief, dus het risico bestaat dat er tegenvallers komen. Het tennispark ligt er prachtig bij. Bovendien hebben wij twijfels bij een appartementenmuur bij het wandelbos. Wij zullen voor scenario B stemmen, omdat we de kans groot achten dat we over een paar jaar hier weer bij elkaar zitten en opnieuw de vraag gaan stellen, welke lessen kunnen we hieruit trekken? Dank u wel. Dank u wel. Ga naar de heer De Vries. Dank u wel, voorzitter. Aan het begin van deze vergadering heb ik aangegeven dat als geen uitstel kwam, dat we tegen zouden stemmen.
We zijn heel erg aan het twijfelen. Ook door de collega's die verschillende zaken hebben genoemd. Onder andere het go-no-go. Ik wilde al heel erg benadrukken dat het ontzettend belangrijk is dat de vereniging volledig gekend wordt in die participatie. Want we hebben een mooi participatieproces gehad. Maar die vereniging die staat er nu een beetje bij te kijken van ja, en wat moeten wij nu? Onze oproep is dus, om kort te gaan, een serieus gesprek met de vereniging. En in dit geval gaan we dan toch voor optie A stemmen. Mooi. U laat zien dat een raadsvergadering dus echt een functie heeft. Dank u. Ik ga naar PvdA. Meneer Klein. Ja, voorzitter. De Partij van de Arbeid had liever gezien, hebben we vorige week ook aangegeven, dat het tennispark naar park 21 zou verhuizen. Dat woningbouw wat grootschaliger dan nu gepland mogelijk zou zijn geweest in het centrum. We vinden een tennispark echt niet passen in het centrum, maar goed. Dat is niet gelukt. Dan gaan we voor de minst slechte optie wat ons betreft. Dat is optie B. Waarbij we hopen dat in de toekomst er nog gesprekken door de tennis en de gemeente plaatsvinden om toch nog tot andere gedachten te komen. Tot zover. Dank u. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Sulman. Ja, dank u wel, voorzitter. Het verplaatsen van tennisvereniging Hoofddorp kost de gemeente veel geld en levert nog meer risico's op. Want bij verplaatsing is er een kans dat het ledenaantal juist terugloopt. Daarbij heeft de gemeente Haarlemmeer in het verleden laten zien dat grote projecten, zeker wat sport betreft, nog wel eens in jarenlange financiële malheur eindigt. De 95 woningen die bij optie A mogelijk worden, zijn hard nodig, maar lossen het woningprobleem in Haarlemmeer ook niet op. Dus alleen de Emma-schoollocatie ontwikkelen en de tennissers van TVH lekker op hun vertrouwde plek laten tennissen in Hoofddorp Centrum. Wij kiezen voor optie B. Goed, ik heb opgehaald dat ik in stemming ga brengen het voorstel. Scenario's, tennislocatie, Emma-schoollocatie, stadcentrum, Hoofddorp. En de keuze die ik voorleg is A. En ik heb opgehaald dat tegen dan dit voorstel het CDA, PvdA en Gezond Haarlemmermeer zijn. En die ga ik dan ook vragen te stemmen. Dus voor ligt H met scenario A. Kunt u dat volgen? Dat wordt in stemming gebracht en dan ga ik vragen aan de heer Koning, want u bent zo mooi in beeld. Dus u kunt meteen uw stem uitbrengen. Gaat u gang. Ja, voorzitter, hier spreekt het CDA en wij zijn tegen. Dank u wel, meneer Blom. Dick Blom van het CDA is tegen. Ja, nog een keer. Dick Blom van het CDA is tegen. Dank u wel, mevrouw Maat. Pauline Maat, CDA Haarlemmermeer. Tegen. Dank u wel. De heer Van der Peet. Dank u wel, voorzitter. Ik ben tegen dit voorstel. Mag u nog een keer zeggen? Ik ben tegen dit voorstel. Dank u wel. Mevrouw Vink. Ingrid Vink, CDA, is tegen het voorstel. En u mag dat nog een keer doen. Ik ben tegen het voorstel. Dank u vriendelijk. Dan ga ik vragen of u allemaal uw camera weer uitzet. En dan gaan we naar de PvdA, de heer Klein. Ja, voorzitter, ik ben tegen. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Hoesijn. Voorzitter, Rosanne Hoesijn van de PvdA en ik stem tegen. Dank u wel. Mevrouw Kerkhoff. Ja, Dikkie Kerkhoff, Partij van de Arbeid. Ik stem tegen scenario A. Nog één keer, want net te laat. Gaat u gang. Dikkie Kerkhoff. Ja. Ik stem tegen scenario A. Dank u wel. En dan ga ik naar de heer Sulman. Ja, dank u wel, voorzitter. Kasper Sulman, Gezond Haarlemmermeer. En ik stem tegen optie A. Dank u wel. Dan is dus aan de orde het voorstel. Scenario's, tennislocaties, Emma-schoollocatie met optie A. Dat is onderdeel van de keuzes die u heeft genomen. En 2 is de 32e kredietverstrekking voor de begrotingsjaar 2020. En 29 raadsleden zijn voor dit voorstel met optie A en 9 tegen. En daarmee is het voorstel aangenomen.
Dank u wel. Dan ga ik naar de voorstel op I. En dat betreft een definitief stedenbouwkundig ontwerp en kwaliteitsplan bedrijventerrein Leindenhof in Bad Hoeve-Dorp. Wenst iemand hier een stemverklaring over af te leggen? Dat is meneer Spijker. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Eenhalen meer zal absoluut instemmen met dit voorstel. Alleen wij hopen dat het wel in de toekomst wordt rekening gehouden met het verkeer op de Schipholweg. Want er zal natuurlijk een behoorlijke toename zijn van verkeer. En ook met de luchtkwaliteit van qua bouw. Dus dat de luchtkwaliteit, ja, dat daar beter mee wordt rekening gehouden. Dank u wel. Verkeer en luchtkwaliteit zijn de opmerkingen. Maar u gaat wel voorstemmen. Zijn er nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. Wenst iemand tegen dit voorstel te stemmen? Dat is ook niet het geval. Dan is het aangenomen. Dan ligt voor onder J de algemene subsidieverordening Haarlemmermeer. En het betreft hier de eerste wijziging. En wil iemand daar een stemverklaring over afleggen? Mevrouw Van der Meij van D66. Dank u wel, voorzitter. Ja, dit is een wijziging die het mogelijk maakt om jaarlijks een subsidie te verstrekken aan initiatieven die voorheen maar eenmalig een subsidie konden krijgen. En de subsidieaanpassing maakt ook dat de aanvragen niet al te zwaar zijn. En D66 is een enorme voorstander van het ontregelen van met name kleine organisaties. En het feit dat zij juist op het gebied van zaken zoals sociale cohesie jaarlijks een subsidie aan kunnen vragen. Dus wij juichen deze van harte toe. Dank u wel. Zijn er nog anderen die een stemverklaring af willen leggen? Niet het geval. Wenst iemand stemming? Wenst iemand tegen te stemmen? Dat is de vraag die ik moet stellen, meneer Koning. Excuus. Ja, meneer Vermeulen, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Het enige wat ik wil zeggen is dat de groep Racing Vermeulen is überhaupt geen groot voorstander van het verstrekken van subsidies. En als dat ook nog een keer kan gebeuren zonder dat daar elke keer een aanvraag voor moet komen, dat een soort vaste jaarlijkse pot wordt, die wordt uitgekeerd, dan zijn wij daar tegen. Dus wij zullen tegenstemmen. Dank u wel. Is dat de enige partij die tegen wil stemmen? Dan breng ik nu het voorstel in stemming. U bent nog in zicht, meneer Vermeulen, dus u kunt meteen uw stem uitbrengen. Ik stem tegen. Dank u wel. Mevrouw Racing. Dank u wel. Ik stem tegen. Dank u wel. Dat betekent dat 2 mensen tegen hebben gestemd. En dat betekent 36 mensen voor. En daarmee is het stuk aangenomen. Dan gaan we naar voorstel onder L, want K is vervallen, opgeschort. L is de weigering van verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een bedrijfswoning bij de paardenhouderij aan de Eiweg te Boezingelieden. Wenst iemand hier een stemverklaring over af te leggen? Wenst iemand tegen te stemmen? Nee, dan is het voorstel aangenomen. Dan ligt M voor. Nou, u bent reeds door de Griffie geïnformeerd via de mail over de procedure, dus u mag thuis stemmen. Ik zie nog wel dat mevrouw Koolmoes behoefte heeft om iets hierover te zeggen. Mevrouw Koolmoes? Nee, dat is het verkeerde lettertje. De volgende hoor ik mezelf graag. Ja, ja, dan bent u de eerste. Dat is mooi. U staat al helemaal klaar. Dus M, dat betekent dat we over 2 weken uitsluitsel hebben of meneer Kost tot lid van de raadscommissie kan worden benoemd. Voor ligt nu de motie Lief en Leed van de VVD. En wie wil daarover een stemverklaring afleggen? Nou, ik weet uit betrouwbare bron dat mevrouw Koolmoes dat wil. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. U denkt de hele avond al allemaal. Voorzitter, het streven naar sociale gerechtigheid mag niet leiden tot het verdwijnen van het besef van die verantwoordelijkheid. Dit laat onverlet dat zij die zichzelf niet kunnen redden moeten worden geholpen. En deze zin komt uit het nieuwe verkiezingenprogramma van de VVD, voorzitter.
Wat HAP betreft zijn we van mening dat men ontmoeten en naar elkaar omkijken kunnen bevorderen door middel van de Lieve Leedstraten in te stellen. Er is budget beschikbaar. Het geld wat als doel juist heeft om de sociale cohesie te bevorderen. Rotterdam, Den Haag, Amstelveen, Groningen, Utrecht, Gouda, Zoetermeer en zelfs Os zijn ons voorgegaan, voorzitter. En ik hoop dat deze raad ook meegaat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Koning. Meneer Koning. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Nou, ik zal het deze keer kort houden, want er is al veel over gezegd. Maar als we naar een samenleving toe gaan waarin we alleen medeleven en naastenliefde kunnen tonen, als de overheid de kosten betaalt, dan hoeft dat niet van ons. Tot zover. Dat was kort maar krachtig. P van de A, meneer Klein. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij staan op zich wel achter het idee dat we elkaar moeten ondersteunen. En dan mag wat ons betreft ook wat geld kosten vanuit de gemeente, maar we hebben wijkbudget, hebben we budget voor ingesteld. En wijkbudget hebben we voldoende ruimte om dit soort initiatieven te nemen. Dus wij vinden de motie daarom volstrekt overbodig, want dat kan al. Dank u vriendelijk, meneer Vermeulen. Voorzitter, ja, ik ga me helemaal aansluiten bij wat meneer Koning zegt. En het is natuurlijk al zo dat we zijn al met allemaal mensen met een modaal salaris bezig met eenzaamheid verdrijven. En alle dingen die we eigenlijk belangeloos voor elkaar horen te doen, die moeten gesubsidieerd en betaald worden. En dat moet een keertje ophouden. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer De Vries. Ik kan kort zijn, ik sluit me aan bij de woorden van de heer Koning net als vorige week. Mevrouw Balieu. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij gaan toch een ander geluid laten horen, of tenminste dat ga ik doen namens GroenLinks. Ik begrijp best dat we niet alles kunnen opleggen aan de samenleving, maar soms kun je een signaal afgeven en dat gebeurt nu. En ook nog iets wat budgetneutraal is, want het geld is er eigenlijk al. Ik vind het eigenlijk heel erg jammer en ook wel bijna erg. Ik betreur de cynische sfeer die hier rond deze motie ontstaat. Dat vind ik echt heel erg jammer. Dank u wel, mevrouw Van Straten. Dank u wel, voorzitter. Nou, het is goed dat we hier in ieder geval met elkaar over kunnen stemmen. Ik heb al eerder aangegeven, mensen die eenzaam zijn, die hebben behoefte aan aandacht. En aandacht houdt in dat je een wandelingetje met ze maakt of een praatje. En volgens mij zitten mensen die eenzaam zijn niet te wachten op een bloemetje betaald door de overheid. Dus wij zullen tegenstemmen. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van der Meij. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij betreuren die cynische reacties ook en hopen juist zo dat vanuit dit budget er mooiere dingen ontstaan, waardoor die wandelingetjes in de toekomst ook geregeld zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Meijer. Ja, dank u, voorzitter. Wij zullen tegen deze motie stemmen. Ja, mevrouw Van der Meij, u moet mij niet euvel duiden, maar u bent dus voor deze motie? Excuus, wij zijn nog steeds voor deze motie. Ja, dat wilde ik even zeker weten. En meneer Meijer heeft aangegeven dat Forza tegen is. Hè? Dan ben ik weer bij, met excuses. Zeker. Meneer Meijer, dat klopt, hè? Ja, zeker, dan ga ik naar meneer Spijker. Dank u wel, voorzitter. Ik hou het kort. Eenhalemeer is tegen deze motie. Dank u wel. Dan heb ik alleen gezond Haarlemmermeer nog niet gehoord, volgens mij. Ja, dat klopt, voorzitter. Maar wij zijn net zoals twee weken geleden voor deze motie. Dan heb ik nog één niet gehad. SRH. Meneer Beuzenberg, ik heb u nog niet gehoord. Voorzitter, wij zijn tegen deze motie. Goed. Dank u wel voor uw stemverklaringen. Ik ga hem nu in stemming brengen. Voorlicht de motie lief en leed. En ik ga aan de HAP GroenLinks D66 en Gezond Haarlemmermeer vragen te stemmen. En ik begin bij de stemmen van HAP. Mevrouw Koolmoes. Dank u wel, voorzitter. Ik stem voor deze motie. Dank u wel.
Meneer Sally, voordat u gaat stemmen wil ik u van harte feliciteren met uw verjaardag. Ik hoor het net pas. Wat fijn dat u uw verjaardag met ons samen viert. We maken er een gezellige avond van voor u, dat hoort u wel. En ook u vraag ik om te stemmen. Dan zal ik daar gebruik van maken door voor te stemmen voor deze motie. Dank u wel, de heer El Idrissi. Dank u wel, voorzitter. Ik stem uiteraard voor deze prachtige motie. Dank u wel, mevrouw Elvers. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Elvers hier, die uiteraard voor deze mooie motie stemt. Dank u wel, meneer Heimeriks. Ron Heimeriks van HAP stemt voor deze motie. Mag u nog één keer zeggen, hoe stemt u? Ik stem voor deze motie. Dank u vriendelijk. Dan ga ik naar mevrouw De Vries. Dank u wel, voorzitter. Manon hier van HAP. Ik ben ook voor deze motie. Dank u vriendelijk. Dan ga ik naar de D66, mevrouw Knikker. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog steeds voor deze motie. En u mag dat nog een keer zeggen. Nou, nog een keer voor deze motie. Dank u wel, meneer Komen. Democratische 60 en ik ben voor deze motie. Nou, u mag dat nog een keer zeggen. En ik ben voor deze motie. Dank u wel, mevrouw Van der Meij. Dank u wel, voorzitter. Ik ben voor deze motie. En ook u mag het herhalen. Ik ben voor deze motie. U hoort wel, ik laat het u allemaal gewoon twee keer zeggen. Nou, vier keer ondertussen. En mevrouw Van der Meijberg. Dank u wel, voorzitter. Sophie van der Meijberg, ik ben voor deze motie. Bij u ging het in één keer goed, dank u wel. Dan ga ik naar Gezond Haarlemmermeer, meneer Sulman. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst de heer Sally nog even feliciteren met zijn verjaardag. Want ik moet zeggen, inderdaad, 19 november, een geweldig mooie dag. Maar niet anders dan ik stem voor. Het is niet zo dat we nu een verjaardag vergeten zijn, hè? Oh, oké. Okay. Maakt niet uit. Dan blijft het een hele mooie dag, 19 november. Oké. Okay. Ik wil er wel achter komen waarom dat is, maar ik ga eerst gewoon de stemmen ophalen van GroenLinks. Mevrouw Balieu. Ja, dag voorzitter. Ik ben ook ontzettend nieuwsgierig nu. Maar goed, ik hoop dat ik nu in beeld ben. Ik stem voor deze motie. Dank u wel. Meneer Boerman. Goedenavond, Peter Boerman. GroenLinks, ben ik in beeld. Jazeker. Ik stem voor deze motie. Dank u wel. Meneer Jansen. Goedenavond, Wim Jansen uit Halleweg. Ik stem voor deze motie. U mag dat nog één keer zeggen. Ik stem voor deze motie. Dank u wel. Meneer Schouten. Goedenavond, Piet Schouten, GroenLinks Haarlemmermeer. Ik stem voor deze motie. Dank u wel. Even kijken, dan heb ik alle stemmen voor deze motie opgehaald. Dat betekent dat een ieder die nu niet gestemd heeft, geacht wordt tegen deze motie te hebben gestemd. En ik hoor geen protesten. En dat betekent dat er 15 stemmen voor deze motie waren en 22 tegen. En ja, meneer Beuzenberg, dat zijn er samen 37. Maar dat komt omdat meneer Schaap niet mee heeft gedaan. Die is uit het systeem gegaan. Ja, dus daarmee is de motie niet aangenomen. Dan komt in stemming motie O. Dat is de motie die u unaniem heeft ingediend met elkaar. Wenst iemand hierover een stemverklaring af te leggen? Ja, dat is meneer Beuzenberg. Gaat u gaan. Ja, dank u voorzitter. Nou, ik ben als mede-indiener van deze motie zeer tevreden. En nogmaals gaat mijn dank uit naar mevrouw Maaike Balieu. Dank u. Dank u wel. Zijn er nog meer mensen die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. Dan ga ik vragen of iemand tegen deze motie wil stemmen. Nee, daarmee is de motie unaniem
aangenomen. Voorliggen de agenda's van 3 december en 10 december. U kunt daar allen mee instemmen. Voorzitter? Ja, mevrouw Baljeu. Sorry, ik had mijn handje opgestoken, maar dat was misschien een beetje een zwak handje. Ik wil graag een opmerking maken namens GroenLinks over 10 december. Met alle waardering voor het presidium en al het gepuzzel wat er moet plaatsvinden om alles toch nog te kunnen agenderen, zien wij vanuit GroenLinks het niet zitten om 2 redenen: dat het parkeren en het raadhuis en de omgeving daarvan in 1 sessie worden besproken. De eerste reden is heel pragmatisch. Het zijn verschillende woordvoerders bij ons. En het tweede is toch wel fundamenteler. We gaan het hebben over het huis van Haarlemmermeer. Een grote investering. Over eigenlijk ons mooie raadhuis. Wat we gaan bouwen. Waar onze ambtenaren gaan werken. Wij vinden het eigenlijk heel jammer dat dat nou weer doorkruist wordt door een gesprek over parkeren. We vinden dat dat geen recht doet aan het belangrijke thema. Dus ons verzoek is eigenlijk om die 2,5 uur toch op te splitsen in een deel parkeren. Bijvoorbeeld een uur. En 1,5 uur over het raadhuis te spreken. En ik zou, ik ben benieuwd wat mijn collega's hiervan vinden. Dank u wel. Het ordevoorstel is om op 10 december de sessie van 2,5 uur wel in die 2,5 uur te organiseren. Maar in 2 delen, zodat ook eventueel woordvoerders kunnen wisselen. Dat is het voorstel. Ik hoor graag wat u daarvan vindt. Maar ik ga ook even naar de heer Klein. Die heeft ook zijn hand opgestoken. Dank u wel, voorzitter. Dat is op zich de andere agenda van 3 december. En dan mis ik een aantal punten op de stemmingenlijst. Goed, dan kom ik zo bij u terug. Dan ga ik eerst even het ordevoorstel van mevrouw Baljeu indienen. En de vraag is, wie steunt het voorstel? En misschien dat u dat gewoon even kunt doen met handjes. Want dan kunnen we die agenda aanpassen. Ja, en wie steunt het? Ja. Maar nu even over dat voorstel van mevrouw Baljeu. Ja. Ik vind wel dat zowel het parkeren als het raadhuis in enige samenhang met elkaar besproken moet worden. Dus ik kan me wel voorstellen dat mevrouw Baljeu zegt van nou, we willen wel splitsen op die avond. Maar hoe gaan we dat dan bij elkaar brengen? Dat is dan wel mijn vraag. Mevrouw Baljeu? Nou, ik denk we gaan het hebben over het huis van de Haarlemmermeer. Zo heet het project al jaren. Dat gaat over toegankelijkheid, over hoe we onze ambtenaren willen huisvesten, hoe we onze inwoners en organisaties willen verwelkomen in dat raadhuis. En ik vind het prima om het dan meteen te hebben over de omgeving. Maar vanuit GroenLinks vinden we het heel jammer dat we het nu, dat we het nu weer gaan hebben over parkeren in dit belangrijke dossier wat er ook los van staat. En mijn voorstel is nu om het te splitsen, en dat is nog een andere reden, dat we gewoon ook 2 woordvoerders hebben in de fractie. Ik vind dat ook een belangrijke mededeling die ik hier doe. Goed, ik wil even scherp zetten. Er zijn 3 voorstellen die voorliggen. Het betreft het plan van, doe het even uit mijn hoofd, plan van eisen met betrekking tot het raadhuis, inclusief kredietaanvraag. Het betreft het stedenbouwkundig kader. Dat past eigenlijk wel bij elkaar. Dan heb je het over het raadhuis en de omgeving van het raadhuis. En integraal daaraan, onderdeel daarvan, is dan ook het parkeren. Dat is onderdeel van het totaal. Nou kunt u heeft 2,5 uur. En ik ga u voorstellen om die 3 wel te doen. En dan kijken wij hier. Gaan wij kijken hoe we het zo gaan inrichten dat er meerdere mensen kunnen aanschuiven over de specifieke onderdelen. Maar dat we het wel integraal kunnen behandelen. Want het is wel iets wat u als 1 geheel heeft. Zeker als het gaat over het stedenbouwkundig kader. Lijkt me het goed om deze 3 luiken toch in 1 te doen. Maar wel het zo te behandelen dat het tegemoet komt aan uw verzoek om meerdere sprekers te kunnen laten aanschuiven. Het is toch digitaal, mevrouw Baljeu. Helpt dat niet? Ik heb nog 1 aanvullende opmerking. Ik kan me helemaal vinden in uw analyse dat 1 en 2 bij elkaar passen, of A en B. Maar C, dat parkeren, gaat over het hele centrum. En dat vind ik echt een heel ander onderwerp. En vandaar dat voorstel. Het kan ook in dezelfde tijd. En dan doen we gewoon recht aan beide onderwerpen. Waarbij ik echt vind, het Huis van Haarlemmermeer, dat is gewoon een symbool voor onze gemeente. Ik snap het gewoon echt niet dat dat bij elkaar moet. Ja,
Ik hoor u vragen om het in ieder geval te knippen in sessies. Dat is ook mijn voorstel om te knippen, maar het wel in één aan te bieden. En dan kunnen we door die knip die de voorzitter maakt, kan er een wisseling komen van sprekers als u dat zou willen. Maar dan kunt u wel de integraliteit benaderen die er toch ook in zit. Want het gaat ook over parkeren in dat centrum. Het is breder. Het gaat over dat parkeren. Dus mijn voorstel is, ordevoorstel van mevrouw Balieu is om het zo in te richten dat er een mogelijkheid is voor mensen die zouden wisselen van spreker, om het wel in één sessie te doen, maar het zo in te richten op de agenda voor u duidelijk dat u met verschillende woordvoerders het kan doen en toch de integraliteit met elkaar kan doen. Dus er komt gewoon een knipje in. Kunt u daarmee instemmen? Misschien is het goed voor mensen die het anders vinden om dat even te zeggen. Mevrouw van Straten. Ik ging nu net mijn handje weghalen, voorzitter, omdat ik het voorstel goed vind. Maar ik wil wel mijn verbazing uiten, omdat ik GroenLinks alleen maar heb gehoord over de belangrijkheid van de integraliteit de afgelopen jaren. Met name ook over dit gebied. Dus ik wilde graag tegemoet komen, maar het verbaast me wel, dit voorstel. Dank u wel. Ik ga voordat ik meneer Nobel even, want die moet ik even vragen of wat zijn visie is hierop, aangeven dat meneer Schaap weer onder ons is. Dus we zijn weer op meneer Van Dijk na compleet. Ik kom zo bij u, meneer Beuzenberg. Maar ik ga eerst even meneer Nobel vragen of er nog bezwaren kleven aan het knippen zoals ik dat heb voorgesteld binnen een sessie. Voorzitter, ik denk dat die knip zou kunnen als het stedenbouwkundig kader en het parkeren maar wel bij elkaar blijven. Want dat lijkt me heel onlogisch om dat niet gezamenlijk te behandelen. Goed, dus pragmatische overwegingen komt daar de knip. Akkoord? Ja, dat is het voorstel, meneer Beuzenberg. Ja, dank u voorzitter. Ik ben daar ook wel een voorstander van. Maar zei het niet dat het een uur over parkeren moet gaan. Omdat ik vind dat het veel belangrijker is om het over het raadhuis en dergelijke te hebben. En het programma van IJzer. Maar dat we dan desnoods eventueel later op de parkeren nog in een andere sessie of later op de avond nog daarover doorgaan. Maar de prioriteit heeft bij mij in ieder geval het programma van IJzer. Dat begrijp ik. U heeft 2,5 uur en daarbij is het programma van eisen van gemeentehuis. En dan komt er een knip, stedenbouwkundig kader en parkeren, want dat is een logische combinatie. Dus dan kunt u die manier kunnen we het verdelen. Ik ga nog naar mevrouw Balieu, want die deed het ordevoorstel. Ja, voorzitter, ik wil toch nog één ding wel, als dat mag, toch een reactie geven op mevrouw van Straten. Staat u mij dat toe? Het gaat over het integraal denken. Voor de VVD is integraal denken altijd iets met parkeren. Voor ons is integraal denken ook toegankelijkheid, welzijn, klimaatadaptatie, energie-neutraal zijn. Dus weet u, integraal heeft verschillende varianten. Ik blijf erbij dat ik eigenlijk vind dat het parkeren er misschien zelfs helemaal uit moet. Maar goed, als we in elk geval in staat zijn om twee woordvoerders te hebben, zijn wij ook al een stuk op heel weg. Heel goed. Ik ga geen debat nu starten. Ik heb van u alle uw standpunten begrepen. Mijn voorstel is om het gewoon op 10 december op deze 2,5 uur te plaatsen. En we geven aan de Griffie mee om in de agenda een knip te zetten, zodat u kunt wisselen. Dat is op het verzoek van mevrouw Balieu. En u kunt daarmee instemmen. Dat was 10. En dan ga ik nog even naar de agenda van 3. Voordat ik meneer Klein daarover het woord vind. Het is inderdaad zo dat meneer Sulman ook jarig is. Mijn excuses, meneer Sulman, dat ik u niet feliciteer. Dus zowel meneer Sali als meneer Sulman hebben vandaag de verjaardag van hun leven zo in ons gezelschap. Tot wat is het? Inmiddels al bijna 10:45, dus erg gezellig. En onder corona had u toch weinig anders te doen, neem ik aan. Dus dan is dit toch een hele leuke manier. Ik wens u verder nog een hele fijne voortzetting van de verjaardag, maar niet voordat ik meneer Klein heb gevraagd wat wij dan missen op de agenda van 3 december. Nou, we missen daar volgens mij alle raadsvoorstellen van de sessie van 26 november. Zijn de kredietaanvraag voor? Die zou sowieso op de stemmingenlijst rechtstreeks komen. TNPG, grondprijzennota, intentieovereenkomst, Krukje, Zwaanshoek. Meneer Klein, dank u wel dat u met ons meedenkt. Hoor ik van de Griffie. Ze gaan er naar kijken en dan wordt het gecorrigeerd
als dat van toepassing is. Dus zeer veel dank voor uw oplettendheid. Dan wil ik u voorstellen toch de agenda van 3, zoals die nu is, te accorderen. Met daarbij de aanmerking dat als deze zaken die gewoon vanuit deze voorstellen voortkomen worden toegevoegd, dat u daarmee akkoord gaat dat die worden toegevoegd aan de stemmingenlijst. Akkoord? Goed, dank u wel. Dan wil ik u zeer veel danken voor uw aanwezigheid en uw bijdrage en de wijze waarop we toch op een hele vlotte manier digitaal hebben kunnen stemmen. Dankzij uw bereidheid om daarin mee te bewegen. Zeer veel dank. Ik wens de twee heren Salih en Sulman een verdere voortzetting van hun fijne voortzetting van hun verjaardag. En ik sluit deze vergadering. Dank u wel.